Het directoraat Cultuur van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, MINOC, heeft vandaag het landelijk project Cultuurkaravaan Bondro Kulturu Nanga Sabi gelanceerd. De Cultuurkaravaan is een project van de afdeling Culturele en Creatieve Vorming van het directoraat Cultuur. De coördinator is George Struikelblok. Hij deed een beroep op vooral het bedrijfsleven om mee te werken aan het trekken van deze cultuurkaravaan. De cultuurkaravaan is een tent van 12 bij 12 meter, verdeeld in vieren, waarbij steeds vier kunstdisciplines bezig zullen zijn met de jeugd. Per dag wordt er een subthema uitgewerkt. Ook zullen er steeds kunstenaars meereizen om hun kennis en vaardigheden te delen met de participanten. De caravaan wordt opgezet op een neutrale plek voor de toegankelijkheid van jong en oud. Het doel van het project is om kunst en cultuur dichter bij de gemeenschap te brengen, in de stad als ook in de districten. Volgens onderwijsminister Robert Peneu weten wij allemaal dat cultuur deuren opent. Wij weten dat cultuur mensen bij elkaar brengt. Wij weten dat cultuur ook een vorm is van uiting. En ook een link zal moeten hebben met de taal. En cultuur en taal gaan samen. Cultuur en onderwijs gaat samen. Maar cultuur geïntegreerd als beleidsgebied, vanaf de basis tot naar de universiteit, moet ook een doelgerichte taak worden. En ik denk, Stanley, daaraan moeten wij gaan werken. En uiteindelijk cultuur en muziek hebben ook een link. En uiteindelijk is het onze taak dat wij door onze creatief denken en door de potenties die we hebben niet bang zullen zijn om het beleid te schrijven en het beleid uit te voeren. Ondanks de moeilijke omstandigheden moet kunst en cultuur weer gaan leven en beleefd worden, zegt cultuurdirecteur Stanley Sidoel. Vaak werd het directoraat gezien als een stiefkindje van het ministerie. Dat moet nu ophouden, geeft hij aan. Nu gaat het inderdaad moeilijk in het land. Maar minister, ook toen het nog ging economisch, werden wij ook wel zo gezien als ze zijn van ja, een stiefkindje. En dat die mindset moet komen. Vandaar dat we in het nieuwe ontwikkelingsplan voor de sector cultuur van uw ministerie en deel van de regering, het ontwikkelingsplan dat nu voorbereid wordt en straks komend jaar in het parlement goedgekeurd zou worden, het meerjarig ontwikkelingsplan. Het cultuurmeerjarig ontwikkelingsplan is ook klaar. Vandaag is het naar het planbureau gestuurd. Volgende week hebben we een sessie met het planbureau om dan te fine-tunen hoe en welke beleidsgebieden prioriteit zullen genieten voor komende 5 jaar. Dit is het plaatje, minister. De cultuursector krijgt echt rakenklappen nu. En ook wij als directoraat cultuur. Wat u hier ziet vandaag, minister, heeft Lanti 0 cent gekost. Dit doen we allemaal. Minister, ik heb zelf ook geld gezet, dus nog 100 golo. Ja? Dat is de kracht van de cultuursector. Dat is de veerkracht van de cultuursector. En ik denk dat de ontwikkelingsdeskundigen ook die kracht van de cultuursector moeten inzien. Aldus cultuurdirecteur Stanley Sidoel. Het directoraat cultuur heeft vandaag het landelijk project Cultuurkaravaan Bondro Kulturu Nanga Sabi gelanceerd.